Genderen Zuidoost. Dat hebben we nou ook voorzien. Dus Genderen is nu officieel klaar met de speeltuinen. Nou ja, klaar met plaatsen. Ze moeten nog wel gebruikt worden natuurlijk. Deze is heel bijzonder, want we hadden hem eerst eigenlijk ergens anders bedacht in de Weteringenhof. Alleen het plekje op de Weteringenhof dat was een beetje klein. En dan hadden we zoiets niet kunnen plaatsen. Dus als we daar iets geplaatst hadden, had het wat anders geweest. Dat hebben we ook niet zelf bedacht. Dat hebben we u allemaal gevraagd. En sommigen van u wou het aan de Weteringenhof. Maar wat meer mensen wou het hier in de Hoefstraat. En daarom staat het in de Hoefstraat. Zo simpel is het. We hebben ook niet zelf bedacht hoe die eruit komt te zien. We hebben een hele mooie speeltuin met 1, 2, 3, 4, 5 speeltoestellen. Die is uitgekozen door een groepje ouders. Dus hartelijk dank daarvoor. We hebben zelf het nadenkwerk niet hoeven doen. De kleur is ook niet zomaar bedacht. Dit zijn de officiële kleuren van GDC. Dus dit is nou officiële GDC speeltuin geworden. We hebben hier een mooi bordje staan. Die is speciaal voor de opening, maar die blijft ook staan. Daar staat een gedichtje op. Daar is een wedstrijdje voor uitgeschreven. 3 inzendingen gehad. Eentje Eva van Hemert, Sarah van Hemert en Anne Donkersloot. En wie gewonnen heeft, dat blijkt later van wie het gedichtje is. In ieder geval iedereen die meegedaan heeft, daar hebben we een klein presentje voor. Welke is dat? Ik kan lezen. Instagram. 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 Maar jezelf moet wel blijven staan. Ja, dat snap ik. Zo. En, ja, dit. Is je eraf? Nee, ja, hij is er nog niet af, nee. Oh jee. Allemaal lachen, jongens. Ik ben lachen. Nou jongens, voor de rest van jullie, er staan nog allemaal drinken en wat snoep. Dat kan je allemaal pakken, dat is allemaal verzorgd door de ouders. Ah!